jaar. Gaan wij kijken aan het hek naar Koen Nijssen, Nick Damen, Jurie van der Ham, Guus Snijders, Ruben Heesemans en Sam Meijer. Moeten we vandaag allemaal ingebouwd hebben? En vertrokken voor hun finale hier vandaag in Venlo is het Sam Meijer die daar vooraan gaat. Koploper in het klassement. In deze klasse gaat hij met de voorsprong alweer naar die eerste bocht toe. Neemt met zich mee de man uit Os. En die man uit Os, dat is niet Dame. Die zit daar op die tweede positie achtervolgd door de Flying Devils. Met de 104 plaat is dat Guus Snijders. Hier hebben we nog steeds de Mean Green Machine. En die gaat nog steeds vooraan met Sam Meijer. Even kijken wat er gaat gebeuren, want we gaan een stokje overnemen op die derde positie. Denk ik door iemand uit de plakpunters. Of we zijn er de deurtrappers natuurlijk. Die daar op die derde positie zit op dit moment, is dat niemand minder dan Ruben Heesemans, denk ik, met de 1-0-1 plaat die daar Dennis gaat. Meijer is los, Meijer is vrij, Meijer gaat winnen. De 7-0-7 plaat van Nick Dame gaat op die tweede plek nog steeds stevig in handen houden. Waar het de deurtrappers met Ruben Heesemans is, op die derde plek gaat daar nog iets veranderen. Of blijft het wat het is? Het is in ieder geval de Green Bean Machine van Sam Meijer die hier deze finale op zijn naam gaat schrijven. En de boys en girls van 6-0.